mensen. Weer een nieuwe locatie, zijn we in België. Urbex Team Huis is er ook weer bij. Linkje staat in de beschrijving. Goeiedag. En we zijn hier bij Mission Black Dress. Een heel mooie verlaten villa met een buitenzwembad of buiten binnensoort zwembad. Ja. Hier voor ons een heel grote toren. Dat hoort ook bij deze villa. Er staat nog een best mooie auto. Ja, een Opel Astra. Yes, dus we gaan eens een kijkje nemen. Ja, we zijn nu in de toren, mensen. We gaan even kijken wat er boven is. Ik denk dat we al wel een mooi uitzicht gaan zien. Kijk eens, mensen, een mooi uitzicht. Ja, dat. Dit huis wordt erbij, dat is het zwembad. En verderop dat heb je het huis. Zwembad. Daar met mijn vinger. Dus. Kijk eens uitzicht, mensen. Holy shit. Wat bruut, hoor. Zo'n eigen toren in je fucking tuin. Dat is echt bizar. Fucking mooi. Kijk dit uitzicht daar. De grote bergen daar. Oké, mensen, we zijn al bij het zwembad aangekomen. Daar verderop ergens is echt de toren. Moet je eens kijken hoe diep het zwembad is, jongen. Tering, hé. Maar stel je voor een dikke villa, een dikke wachttoren gewoon op je eigen domein. En ook nog een dik zwembad hier. Dat is erg bruut, hoor. We zijn aangekomen bij de barbecue. Ook heel vet. Ja, heb je dus gewoon een heel open plek. Stel of een buitenbarbecue. Ja. Hier heb je dus gewoon een buitenbarbecue. Echt best wel zeker. Kijk hoe groot dat ook is. Ja, geweest. Gewoon sick. Hier had je allemaal tafeltjes en bankjes. Kun je gewoon lekker, ook gewoon lekker buiten eten. Niet per se alleen maar barbecue te zijn, maar ook andere dingen wel. Echt best wel sick. En daar hebben we dus de villa. En daar gaan we zo meteen eventjes heen. Nou, ik zie al een ingang. Ja, dat huis, dat ziet er niet altijd best meer uit van de buitenkant. Normaal gesproken wil ik hier niet naar binnen. Nou, laten we dat dit keer maar even wel doen. We moeten even uitkijken, de punten van het glas. Oh, er zijn mensen weer. Serieus? Ja, gasten, er branden net allemaal licht hier. Of zijn dat zo'n autolampen? Zag je dat niet? Nee, ik zag wel verlichten. Ja, er zit iets. Ja, er is een schaduw rechts, er zit eentje. Sowieso. Hallo? Hallo, Erik? Oh, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, we laten weer. Even kijken, hè? Ja. Even kijken. Ik denk al, komt dat licht in één keer weg? Ja, dat licht wat we net zagen waren andere Urbexes. Dus we kunnen gewoon naar binnen. Uitkijken voor je kop. Ja. Kijk, het glas in mensen. Het levensgevaarlijk als je daar je hals of zo snijdt. Holy shit, wat zou dit geweest zijn, joh? Een stookoven of zo? Ja, dan gooi je zo lastige kinderen in. Kijk, die embleempjes hier ook. Fucking mooi zeepaadje en een ridder. Sick, hoor. Kijk, deze kast, mensen. Het zat nog vol met allemaal glazen. Dat is echt bizar, hoor. We zijn dus niet alleen, er zijn ook andere Urbexes. Hier, oh, kijk dat, ja, die steen of zo. Oh, mooi. Vet, hoor. Is dat zelfs nog grasmaaien binnen? En wat andere materiaal. Hier heb je nog een klein barretje. Met een paar glazen en een fles. Lijkt wel zo'n strandbarretje. Krapje, visjes, zeepaadje. Heel erg grappig. Hier heb ik nog een kast vol met allemaal zijn viezen erin. Echt in deze locatie is zo bruut. Tering vet. Oké, mensen, we gaan door naar de volgende ruimte. Holy shit, alles in blauw. Hier ligt allemaal nog gereedschap. Wat hè? What the fuck? Hier, nou zo'n apparaat, want de kleding voor mij. Was toch strijken? Was kleding in streken? Nee, ging het water daar niet uit? Gewoon zo'n droog apparaat? Zo'n wringapparaat. Ja, zo'n wringapparaat. Hier een droger, een wasmachine. Allemaal potten verf hier. Oké, mensen, we zijn hier nu beland in de garage. Jeffy is er ook. En hier staat gewoon nog een hele mooie oude Opel. Ziet er echt gewoon nog best wel goed uit voor een verlaten auto.
mooie witte kleur. Hier liggen zelf nog gloednieuwe startkabels en een oude accu. Dat is heel bizar, misschien hebben mensen wel geprobeerd om de auto te stelen of zoiets. Dat ze er een nieuwe accu in gedaan hebben. We kunnen zo meteen even een kijkje nemen in de auto zelf. Zodat jullie eerst de achterkant wel even zien. Een Opel Astra TD is het. Echt heel erg bizar hoor, dat dit gewoon hier staat. Het is echt ongelooflijk. Hoe fucking bruut dat wel niet is. Kijk, deze deur kan niet open. En hier kan je zo een kijkje nemen dus in de auto. Best van mijn allemaal luxe auto, want het is allemaal mooi met hout bewerkt en zo. Fucking bruut. Oké, hier hebben we nog een stukje kelder van mij. Hier ligt ook nog van alles en nog wat. Dit is niet echt een normale file geweest, denk ik. Moet je eens kijken hoe vet dit eruit ziet, jongens. Allemaal oude spul. En hier hebben we nog een stukje. Echt, jongen, dit ziet er mega groot uit, jongen. Allemaal takjes hier. Dat is hier waarom iemand takken zou opslaan, om te bewaren. What the fuck, heel vaag. Hier kan je nog verder lopen. Hier hebben we nog wat spulletjes. Hier ook nog wat. Niet super bijzonder. En hier komen we in het gereedschappenhokje aan. Het knutselhokje, net hoe je het zeggen wilt. Gaat hier ook nog helemaal heen. Jezus, wat is dit groot, jongen. De tering, dat is wel vet. Maar dat zie je waarom deze mensen allemaal takjes hebben. Hier dozen vol met allemaal takken. Dat zie je waarom je dat zou doen, maar oké. Apart. Hier is allemaal gereedschap wat hier ligt. Echt fucking absurd, jongen. Dit is zo'n mooie locatie. Dit zomaar allemaal hier ligt. Dat is echt... Begrijp je eigenlijk niet, maar oké. Hier ook, jongen, allemaal spul. Echt bizar, hoor. Absurd. Dat dit zomaar achtergelaten wordt. Oké, mensen, we zijn net tot dit hekje. Kijk, hier langs de zijkant kan je er doorheen. Kom je... Kom je het af? Hier is buiten gaan, wat de flikkers. Wat hè? Hier is buiten gaan. De flikkers. What the fuck? Die hingen hier daar bij die kast. Oh echt? Ja. Oh wow, oké. Okay. Nou, we komen hier aan in deze ruimte. Heel lege ruimte. Hier heb je de meterkasten zo zitten. Niet heel veel bijzonders op zich. En hier heb je de prachtige woonkamer. Holy shit, jongens. Hier hebben we dus de woonkamer, moet je zien. Best allemaal mooie takjes. Kijk eens, altijd vies is er nog mensen. Echt. Ja, dat daar in het zakje zit. Dat, absurd, de, jongen. Volgens mij niet weten. Ja, hier, altijd vies hier nog. Hier hebben we nog een paar oude schilderijtjes. Dat is heel erg mooi. Jeffrey heeft wat gevonden. Ja. Wat is dat? Die stak je vroeger in je kaarsjes. Oh ja. Wat grappig. Fromage. Ik zie het, ja. Leuk. Het is gewoon van porselein. Echt? Ja. Zo? Oh ja. Zie je? Ja. Het is nog niet zijn gestolen. Nee, maar ik vind het hier sowieso... Mooi huis, hoor. Oeh, dat plafond, zie. Die komt vandaan, hoor. Misschien, het loopt ook scheef. Nee, die komt vandaan, hoor. Die is een... Vooral moet je maar eens in die hoek zien, mensen. Ja, die hoek is wel zo. Het plafond hier, ja, misschien zie je het niet goed op camera nou weer, maar het plafond dat gaat langzaam naar beneden. Mooie locatie. Hier hebben we dus nog een hele mooie slaapkamer. Met een... Jeffrey heeft de jurk weer teruggehangen, netjes. Hele mooie slaapkamer hier nog. Best ook wel mooi intact, allemaal dozen hier. En met een mooie zwarte jurk dus, die je hier ziet. Die huiskamer is wel bruut trouwens. Ik heb mensen de woonkamer gehad. Hier gaan we van mij naar de keuken toe, dat zo zie. Yep. Hier heb je de keuken. Hier heb je nog een oventje, weet ik het allemaal. Ook heel erg leuk om te zien. Alle pannen, weet ik het allemaal, hebben we hier nog. Bizar, jongen, deze villa. Er staat echt nog mega veel in.
Echt heel erg bizar. En nu zijn dit de badkamer geweest. Ja, met een wc'tje en een bad hier.